Dan de laatste drie ritten. We gaan naar onze commentatoren Martin Hersman en Herbert Dijkstra. Go to the start. We beginnen met Mats Stoltenborg. En deze man kennen we toch ook nog, Marcel Bosker. Hij is nog maar 20 en rijdt buitengewoon goed. Ook al bij de senioren. Op papier. Normaal gesproken kansloos voor een top 2 klassering. Maar wat we wel weten is dat deze Bosker elk jaar groeit. Het ook al zesde op de 5000 meter. Dat is niet genoeg, maar hij heeft de toekomst. Go to the start. Kijk, dit werd er nog even van het ijs gehaald door Rutger Thijssen en Wouter Oldeheuvel. En nu gaan we echt beginnen. Dit is Bosker. Ready. En wat weten we van Stoltenborg? Ja, in elk geval dat hij marathonschaatser is, de man in het zwarte pak. Dat hij eerder dit seizoen bij de Nederlandse afstandskampioenschappen een merkwaardige 10.000 meter afleverde. Even in herinnering roepen, hij reed tegen Jouke Hogeveen. We hadden maar liefst 3 keer de situatie dat er een moeizame wissel zat aan te komen. En de derde keer werd hem ook fataal, hij werd gedisqualificeerd. Maar we hebben ook gezien dat hij Stoltenborg ook goede 10.000 meters kan rijden. En ook hier dreigt het al mis te gaan en is het misschien net goed gegaan. We hopen maar. Als je strenge scheidsrechter hebt, ben je eraan. Ja. Het gebeurt vaak. Dat betekent dat Bosker sowieso het eerste stuk alleen zou rijden. De 10 kilometer is natuurlijk fijn als je in deze bocht, na de kruising, als je naast elkaar opkomt. Weer lekker focus. Bosker reed een persoonlijk record bij de Nederlandse afstandskampioenschappen. Dat was in oktober, dat was hier in Heerenveen. 13-17. Het is een afstand die bij de junioren niet op het programma staat. Niet officieel, bij wereldkampioenschappen ook niet gereden wordt. Dus Bosker is niet ervaren op deze afstand. Het is ook een bescherming, een maatregel ter bescherming van jonge schaatsers. Die afstand, 25 ronden, wordt echt te lang geacht, te zwaar ook nog. En hij reed een heel mooi persoonlijk record bij het NK. Maar als je ook naar zijn hele fysiek kijkt, in de uitslagen die hij rijdt op de 1500 meter, 3 kilometer. Het is meer een man van middellange afstand, 5 kilometer, dan van deze stedenafstand. Als je dit lichaam ziet, deze spieren, en je vergelijkt dat met de Stoltenborg of met de andere steden die we straks gaan zien, is een hoop spiermassa. Moet zich inhouden voor de rondetijden. Keurig hoor. 31-1 nu voor Stoltenborg. Eigenlijk een groot vraagteken wat hij kan. Natuurlijk een persoonlijk record staan. Gereden in 2016. 13-06, dat zegt wel iets. Ik heb hem zien rijden precies. Nog niet eens precies. Kleine week geleden. Laatste marathon in Breda. Daar maakte hij toch indruk. Maar de 5000 meter. Misschien heeft hij wel verstoppertje gespeeld, deze man. Want hij kwam niet uit de verf met de 15e plaats. Bij zijn persoonlijke record reed Bosker 2:41 en Stoltenborg 2:40. Beide mannen onder of om en bij het persoonlijke record. Bosker dus 2 seconden sneller dan die wedstrijd in oktober. En dat persoonlijke record van Stoltenborg, die 13:06. Dat reed hij bij de afstandskampioenschappen van 2016. En daar haalde hij net het podium niet. Daar werd hij 4e. En dat zegt toch ook wel iets. Licht gebouwd, rank. Moet het hebben van souplesse. En is voortdurend sneller nu. Na een moeizame start in de ronde. En gaat nu Bosker voorbij. 2 studies heeft deze man afgerond. En is dus eigenlijk even klaar met studeren en focust zich volledig op het schaatsen. Hij is fysiotherapeut. Studeerde verder nog aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Leerde eigenlijk goed schaatsen in de ploeg van Henk Angenent. Dat was toen een marathonploeg. Maakte die vele kilometers Stoltenborg. Het zijn in elk geval mannen
die allebei durven te kiezen. Stoltenborg afgestudeerd, volledig aan het schaatsen. En Bosker heeft dat ook bewezen al op jonge leeftijd. Door vanuit Zwitserland naar Nederland te komen om schaatser te worden. Hij is geboren in Zwitserland. Stoltenborg komt voor het eerst onderdoor. Dat is prettig, ook voor Bosker. En dit zijn die kruisingen die eigenlijk wel een tijd wil hebben. Haalt de aandacht wat weg van de vermoeidheid van de benen. En eigenlijk zou je dan een beetje naast elkaar op moeten kunnen komen. Dat voordeel heeft Jorrit Bergsma in de laatste rit, als hij met zijn ploegmaat Kooijman rijdt. En dat nadeel heeft Sven Kramer, die tegen een man moet starten die veel langzamer zou openen dan Kramer. Kramer zal de 10 kilometer waarschijnlijk helemaal alleen moeten rijden. Als je kijkt naar Bosker en we kennen zijn uitslagen, is dit dan niet gewoon de allrounder van de toekomst, één van de namens Nederland? Hij en Patrick Roest, dat zijn inderdaad de twee talentvolle allrounders die een goede middellange afstand sprint in de benen hebben en niet bang zijn voor de 10. De 4 kilometer. Tijden die zomaar bij de 13-15 liggen. Het zal toch echt gaan over het tweede gedeelte van de 10 kilometer. Het zou voor Bosker een verbetering van zijn beste tijd zijn. Dat geldt dan niet voor Stoltenborg. Die ook nog maar 25 is. Ja, prima rondetijd van Bosker. Stoltenborg naar de 31-7. Dit is Douwe de Vries. Werner Mars zei net al, dit is echt de laatste kans. 33 jaar is hij. Geboren in Hallem, het noorden van Friesland. Tegenwoordig woont hij in Heerenveen. Bosker neemt weer de leiding. We zijn nog niet halverwege. Rondetijden schommelen een beetje tussen de 31-3 en 31-6. Aan het eind van de kruising passeren de mannen de virtuele 5 kilometer. We zien het. Dat is hier. In 6:35. Intussen arriveert ook Sven Kramer. Het is een horde die hij moet nemen vandaag op weg naar Korea. Top 2 zal hij moeten schaatsen. Dat geldt ook voor hem. Als regerend wereldkampioen op deze afstand. Bosker is niet bang om aan te vallen. Ik sprak hem vanochtend bij de training. De 5 kilometer is hij er ook echt voor gegaan. Hij wist dat een tijd van 6:18 wat nodig zou moeten zijn om bij de top 3 te rijden. Hij kwam die laatste 2,5 ronde niet door. Dat is een aanvaller. En het rondebord staat nog steeds op 11. Daar links in beeld. 11 ronden nog. En beide mannen verliezen nu de aansluiting met die enkele 31-3 die we hebben gezien. De rondetijden kruipen langzaam omhoog. Stoltenborg maakt even gebruik van Bosker. Dat voel je. We hebben het eerder over gehad. Het is ook een voordeel voor degene die op kop rijdt. Je breekt in het samen. Oeh, Bosker kijkt nu al naar beneden. En het is echt nog 4 kilometer. Is het vermoeidheid? Ja hoor, ja, 32-3. Bam, een halve seconde erbij. Kijk eens. Nee, hij is de zwong kwijt. We zagen zijn tanden al eventjes. Maar voor deze afstand heb je toch ook wat jaren nodig, normaal gesproken. Daar komt Stoltenborg. Ja, Bosker houdt het technisch ook niet meer bij elkaar. Maar ook Stoltenborg boven de 32 seconden. Ja. Dit is Schouten, Simon Schouten. Ook hij reed de 5000 meter, werd zevende. En reed bij de Nederlandse afstandskampioenschappen 13-10. En werd zesde. Het was een goede 10 kilometer. Bosker herpakt zich.
Dat is toch de klasse van Bosker. 31-7. Wat is apart. En zo kennen we hem ook, hè? Ja. Het is een man met veel karakter. Ja, twee duimpjes van Rutger Thijssen. Dat is ook iets wat Itz Postma in het verleden wel eens deed. Twee rondjes tussen haakjes uitrusten en dan weer aangaan. Zou hij dat echt gedaan hebben? Bosker, hij ging dus van 32-3 naar 32-6. En kwam toen weer terug in 31-7. Maar nu, keek even weer naar beneden. Zeven ronden nog. 31-7, nog een keer. En Stoltenborg krijgt daar toch een tikje van. Krijgen we misschien een moeilijke kruising. Alweer, oh jee. En Stoltenborg weet daar alles van. Ja, inhouden. Ja, het is ook opzet. Bosker duikt nu in de slipstream. Op het oog, en wij zitten aan de andere kant van de baan, was er ruimte genoeg. Het zal hem toch geen twee keer overkomen, Stoltenborg. Licht oplopend schema dus voor beide schaatsers. Hier nogmaals die kruising. Bosker laat een slagje lopen, maar er zit wel ruimte tussen. Ja, de scheidsrechter overlegt wel, maar die zag ook wel dat het een truc was van Bosker. 8 kilometer. Even uit balans. Bosker, maar wel een 31-7. Intussen tijd nog steeds onder zijn persoonlijke record van 13-17. 10-42 was toen zijn tussentijd, nu 10-36. Ik heb eigenlijk nog geen slechte race van deze jongen gezien. Marcel Bosker, ja, schoonheidsfoutjes. Maar voortdurend zichzelf overtreffen. Dat op 20-jarige leeftijd. Kwam vanuit Zwitserland naar een klein plaatsje in Groningen. Sloot zich aan bij een groep schaatsers. Reed inmiddels wereldkampioenschappen junioren. Kramer bezig met de warming-up. Hij zal in actie komen in rit 5. Dat is na de dweil tegen Jouke Hogeveen. Maar niet in de laatste rit. Wat betekent dat? Want Kooijman en Bergsma, beide gevaarlijk op de 10.000 meter. Beide bij wereldkampioenschappen op het podium gestaan. Want ook Kooijman deed dat al 2 keer. Ja, dat betekent dat Kramer gewoon de snelste tijd neer moet zetten. En de sneller zou moeten zijn dan Bob de Vries. Maar dat niet alleen, hij moet ook sneller zijn dan of Kooijman of Bergsma. Ja, dus want dan word je tweede. Dus de lat wordt hoog. Beweegspatroon van Bosker was al lastig. Hij heeft het nu echt heel moeilijk. En daar gaat de marathonjager Stoltenborg kijken of hij de rit kan winnen. En Rondebord staat straks op 2 te gaan. Bosker blijft op vermogen rijden. Waar de echte steers het souplesse blijven doen. En krijgt de rondetijd toch weer terug van 32-5 naar 32-2. En zo blijft het verschil normaal gesproken groot genoeg om de ritwinst te pakken. 2 buitenbochten nog voor Bosker. Kijk eens hoe diep die jongen gaat. 20 jaar. Leuke vent. Het is ook niet gauw gek te krijgen. Nee hoor. Goede focus. Niet gauw nerveus. 31-9, uitstekend Marcel Bosker. Stoltenborg een seconde langzamer. Heeft zo dadelijk nog de buitenbocht. En dan gaat Bosker in ieder geval zijn best doen om zichzelf te overtreffen. Dan moet hij onder de 13-17. En dat zit er wel in. Hij versnelt nog een beetje. Kijk eens, 13, 17, 10. Het lukt hem net. Net onder zijn persoonlijk record. 13, 21, 76. Van Stoltenborg is beneden de maat. Gezien ook zijn persoonlijk record. Gezien ook zijn optredens in de laatste marathons. Ik had hem hoger ingeschat. Ja, kijk eens naar de tijden. Ja, en kijk ooit ook naar de tijd van Bob de Vries. Op plaats 4. Dat was een tijd in de B-divisie. Maar de Vries is in de vorm van zijn leven en zit daar maar een dikke 2 seconden achter de beste tijd van Kramer hier ooit gereden. En Kramer weet dat ook. Marvin Talsma,
uitgesproken steer. Ook pas 20. Tegen Jos de Vos. Ook Talsma, onervaren nog op de 10.000 meter. Jos de Vos gevallen op die 5 kilometer. Het was pijnlijk omdat er in dit toernooi toch ook nog een klassementje wordt gereden over 5 kilometer en de 500 meter voor het WK-round in Amsterdam na de Spelen. Moeizame start van Talsma. Dat is ingecalculeerd, want Talsma is een slow starter. Hij rijdt ook marathons. Talsma moet in ieder geval in staat worden geacht zijn persoonlijk record hier aan te scherpen. Oh, snelle opening voor beide mannen. Ja, de ronde inderdaad. Ja. Ploeg van Anema reden hier gisteren einde van de dag een training. Allemaal pak aan. Een opening en dan 2 rondjes op tijd. Ze reden allemaal rondjes 30-2, 30-1. Wedstrijd binnenbaan, wedstrijd buitenbaan. Om even dat gevoel te krijgen. Want het zijn allemaal echte steers, marathonrijders. Die als ze eenmaal de gang hebben, het heel lang vast kunnen houden. De Osma netjes onder de 31. Talsma wordt gezien als een van de grote steers van de toekomst. Meteen opgepikt door Dylan Anema. En als je dan kijkt naar het verschil, hij is net zo oud als Bosker. Maar Bosker heeft een goede 500 en 1500 meter in de benen. Talsma echt niet, heeft geen snelle vezels. Hij moet het puur hebben van de lange afstand. Maar is ook op de 10.000 meter nog onervaren. Hoewel hij in Calgary in maart van dit jaar kwam tot 13.25. Daar moet je als steer ook in Heerenveen onder kunnen. Ja, hij kan meer. Hij is jong. Je moet een aantal rijden. Hij gooit lekker snel zijn rechterarm op de rug. Jos de Vos komt niet lekker uit voor deze bocht. Je wil natuurlijk makkelijk van rechts op links de bocht in kunnen vallen. Hij heeft een klein tussenslagje nodig, Jos de Vos. Wel heel goed dat ritme omhoog in de bochten. Mooi te zien. Dan wat vertragen op het rechte eind. Daar komt hij weer niet lekker uit. Gisteren goed uitgelegd door Wennemars met data die we hebben gezien van de Rijksuniversiteit Groningen. Het verschil tussen de beste rijders en de minder goede rijders wordt er met name gemaakt in de bochten. De goede rijders zijn in staat om te versnellen en vertragen dan ongeveer een kleine 18e kilometer per uur op het rechte eind om dan de bocht weer door te versnellen. Je kunt gebruik maken van de krachten die jou naar buiten duwen. Je kunt erin hangen. En dan ontspannen in dat bijalbeen. En dat ritme omhoog. Goed te zien hier bij met name Jos de Vos. Tik, 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 tik. En dan bam. Ontspanning zoeken. Intussen krijgen wij het bericht dat Stoltenborg, net als bij de Nederlandse afstandskampioenschappen, ook nu is gedisqualificeerd wegens verkeerd wisselen. Dat wil zeggen, hij gaf de buitenbaan geen voorrang. En dan denk ik dat het meteen al na de start is fout gegaan. Want die tweede keer, waar het dreigde mis te gaan, zag ik zelf nog voldoende ruimte voor Bosker. Ja, het is wel knullig als het je dit twee keer gebeurt in één seizoen. Deze Mats Stoltenborg, gedisqualificeerd. Eens even kijken. Ik denk dat dit meteen het moment is. Want daar moest inderdaad Bosker een tussenslagje maken. Hij kwam van rechts meteen naar de start. En dan is het kwaad al geschied. Maar hele grote gevolgen heeft het verder niet. Beide mannen zouden niet in aanmerking komen voor een top 2 klassering. De Vos in 31.5, Talsma 10e sneller.
beide mannen onder het schema van Bosker en Stoltenborg. Dat betekent dat Talsma bezig is aan een persoonlijk record als hij zo doorgaat. Jorrit Bergsma in de natte sneeuw en de regen meldt zich ook bij Tialf. Ik vind hem erg afgetraind. Ik weet niet of jou dat ook is opgevallen, maar hij is extreem licht. Broodmager. Fietst ook veel, broodmager. Ja. En misschien, ik ben geneigd te zeggen, wel iets te mager. We zijn weer terug bij Talsma en de Vos. Nou, hij postte nog op Instagram op trainingskamp dat hij nog een goede steak ging eten met Heather Bergsma, zijn vrouw, Amerikaanse. Maar hij is inderdaad erg mager, erg licht. En dan kom je de 10 kilometer makkelijker mee door dan de 5 kilometer. Je hebt toch wel vermogen nodig. Deze mannen rijden voorlopig een goede race. We hebben ook gezien dat het spel pas echt gaat beginnen als het rondebord op enkele cijfers staat. Onder de 10. Voorlopig houdt Jos de Vos het ritme goed. Spannen rechte einde. Ik ben ook echt wel nieuwsgierig naar deel 2 van deze man, Talsma. Eigenlijk nog een onbeschreven blad. We weten dat hij goede 5 kilometers in de benen heeft. Liet hij trouwens ook zien. Hij werd 8e als 20-jarige. Maar hij maakt zijn bochten niet af. Maar hij begint te snel aan het rechte eind. Hij zou een slag extra moeten doen. Leg dat hier eens uit in deze bocht. Kijk maar, hij komt wat trager ritme de bocht onderdoor. Precies, en begint dan al heel vroeg aan het rechterstuk. En legt zijn armen vroeg op de rug. We zijn hier op dit gedeelte ongeveer een seconde sneller dan de rit hiervoor. Jos de Vos heeft die discipline wat beter. Trapt die bocht goed door. Gebruikt zijn rechterarm met één klap het rechte eind op. Ontspont dan meer. Talsma gaat nu langzaam aansluiten met Jos de Vos verliezen. 4-10 in een ronde is veel. Nu doet Talsma het wel. Handje erbij. Adema is ook naar voren gereden op de kruising om eerder te kunnen coachen. De opa van Talsma was bepaald geen steer. Dat was een korte baan specialist. Zijn moeder was ook schaatser. Zijn vader, Fred, was zeiler op een scootje. En dat was aanvankelijk ook de bedoeling dat Marwin Talsma dat zou gaan doen. En dat deed hij ook. Hij werd Nederlands kampioen zeilen. En moest toen gaan kiezen. Zeilen of schaatsen. Het werd uiteindelijk schaatsen. Opgegroeid in Grauw. Ja, komen voornamelijk sprinters uit dat dorp. Interessant punt. We gaan nu naar de 6 kilometer. Rondebord staat nu op 10. 10 op 7. 56 was de tussentijd van Bosker. Kijk, en Talsma. Toch weer een 10e. Onder de 32 seconden. Ja, Kramer oogt in ieder geval ontspannen. Volgt alles, weet alles, ziet alles. Maar was vanochtend toch wat onzeker. Je hebt hem zien schaatsen. Ja, materiaal rommelen. Wel lekker misschien om daar de aandacht op te leggen. Maar hij is heel eerlijk. Hij maakt dus deelgenoot van het feit dat hij die 10 kilometer wil winnen. Maar daarvoor moet je eerst door deze dag heen. En het is geen ABC'tje, dat plaatsen. Nee, precies. En veel schaatsvolgers zeggen ook, als je de 5 kilometer pakt, is de rare uitslag. Maar haal je Bob de Vries eruit, dan is het een hele saaie uitslag. Maar Bob de Vries is in vorm. En Bob de Vries, daar hielden we in het voorseizoen natuurlijk geen rekening mee. En is misschien wel een van de favorieten voor de 10 kilometer van vandaag. En Bob de Vries rijdt in de eerste rit na de dweil tegen Blokhuizen. En dat was ook het maatje van hem op de 5 kilometer. Maar kijk naar deze mannen. Die reden een keurige eerste 6 kilometer. Rondetijden duiken nu allebei omhoog. Rutger Thijssen probeert nu de aandacht te verleggen om techniek goed te houden. Jos de Vos komt wat omhoog met zijn romp. Maar dat is altijd een teken van vermoeidheid. Ja, Bosker in gesprek met Stoltenborg. Oh, die kruising. Ik denk Bosker een beetje kennen dat hij zei van ja, nou ja, van mij had het niet gehoeven. Maar de scheidsrechter heeft geoordeeld. En Stoltenborg ligt eruit. Ja, mooi te zien dat de warming-up ruimte
boven de tribune, achter de kruising is. Bosker ging hier naar de 32ers, kwam door in 10-0-4-90. Maar deze rondetijd is 14e langzamer dan de rondetijd die Bosker noteerde. En Talsma is nu sneller in de rondetijd. En Talsma rijdt nog steeds op een schema dat hem brengt onder zijn beste tijd dat hij reed in Calgary. Van Hooglandbaan. Maar dan moet hij niet instorten. Het kenmerk van de echte steer is dat hij ook niet instort. Dat hij dat laatste er altijd wel uitperst. En hij houdt nog zicht. Oh, kijk eens. 31-9. Hij gaat weer in de race komen. Tegen Jos de Vos. Ja. Het kenmerk van echte steers is ook dat ze eigenlijk technisch beter gaan rijden als ze kapot komen te zitten. Ritme gaat omhoog met Talsma. Hij gaat betere bochten rijden. Blijft zijn rechterarm gebruiken als hij er echt net op komt. Kijk maar. Nu die extra slag tik, in de bocht. Tik, tik. Ja. Nu doet hij het wel. Ja. Maar hij heeft je gehoord. Hij moet zich inhouden, dat eerste gedeelte. En nu begint hij te komen. Jos de Vos is gewaarschuwd. 32-1 om 32 blank. En dat denk je thuis. Die tiende, dat voel je niet. Nou, dat voelt de schaatser wel. Het verschil tussen 32-0 en 31-9 is groot. Ook het publiek wat hier is, beloont de schaatser als de rondetijd van de 32-0 weer teruggaat naar de 31-9. Ja, en hij komt toch echt naast de Vos. En dan gaat het nog een prestigestrijd worden. Wie de rit gaat winnen. Kijk, 31-9. 14e sneller in de ronde. En nu moet Jos de Vos mee. En kijk nu naar het bewegingspatroon van Talsma. Stapje erbij, arm erbij. En nu doorhalen. De Vos moet nu zijn 1500 meter vermogen aangespreken. Maar heb op je de laatste nog? Twee ronden? Heb je dat nog? Jawel, op een 10 kilometer. Ja, dit sleept in ieder geval Talsma naar een nieuw persoonlijk record. Jos de Vos zit ook erbij. Talsma blijft weer 3/10 sneller in de rondetijd. Jos de Vos krijgt nu twee buitenbochten. En mag binnen finishen. Kan alleen bijna niet meer op dat linkerbeen staan. Beide mannen sneller dan dat ze ooit waren. Dit wordt een sprint. Adieu. Mooi. Dit zijn de echte schaatskenners die daar zitten. Talsma doet alsof het een marathon is. Ja, die heeft en bij het horen van de bel worden ze wakker hoor. 30-6. Er zit echt wel meer in. Ja. Voor wie het nog niet wist, dit is een echte steer. Die kunnen dat. Mooi is dat. Ja, dit had je een rondje eerder moeten doen. Als je dit nog kunt. 20 jaar is die Marvin Talsma. Opgegroeid in Grauw. Rijdt hier een fors persoonlijk record. En komt uiteindelijk uit op 13-12. Goed gedaan. En ook de Vos is sneller dan dat hij ooit was. 13-16-49. Dan weten we nog iets. Dan weten we dat het ijs ook dik in orde is. 29-1 als slotronde. Dat wil iets zeggen over de jaren die gaan komen. Als je zuinig op hem bent. En Talsma heeft het ook begrepen. In zijn Tialf. Want dat is zijn thuisbaan. Zo'n tijdrijden. Is een mooi begin toch van deze 10.000 meter. Slotronde om van te dromen. Ja, daar had je wel heel veel over. Ja. Van 31-9 naar 30-6 naar 29-1. Deze jongen kan veel, veel meer. Maar dat weet hij nu zelf toch ook. Mooi, een nieuw talent. Ja. Schouten is wat ouder. 27. En Douwe de Vries is nog ouder. Die is 35. Daarmee nog niet de oudste. Dat is Jouke Hogeveen. Die straks tegen Kramer rijdt. Barbe de Boer aanwezig. Veel oud-schaatsers vandaag in huis. Een reunie. En die we allemaal de 10 kilometer zien. En op voorhand dacht iedereen dat wordt Bergsma Kramer. Maar er zijn meer kanshebbers. Wat mogen we nog van Douwe de Vries verwachten? De ervaren rot.
drie persoonlijke records te zien. Van de eerste vier mannen. Zijn 5 kilometer viel me niet mee, eerlijk gezegd. Die van deze Douwe de Vries. De 6:26. Maar hij is zo belangrijk voor Sven Kramer, ook in dat team. Douwe de Vries kan uitstekend fietsen. Kan vooral ook goed klimmen, is wat lichter gebouwd dan Kramer. Kan Kramer in trainingen uitdagen, dat doet hij ook. En daarmee maakt hij ook Kramer sterker. Bovendien is de Vries een slimme vent, kan de boel ook relativeren. Zegt de juiste dingen op de goede momenten. Ja, kan de jongens ook een beetje uitdagen. Scherpe humor. En als hij wat wil, als hij naar de Olympische Spelen wil, moet hij onder de 13 minuten. Minimaal. Enkele afstanden reden er 3 mannen onder de 13 minuten. Ja, onder de 13 minuten, dat is de Vries nog nooit gelukt. Nee, 13.04 is zijn persoonlijke toptijd. Maar kijkend naar zijn leeftijd durf ik toch wel te stellen dat hij er niet nog 4 aan gaat pakken. Nee, dit is wel zijn laatste kans. Maar kijk, hij rijdt nu heel zwaar dat rechtuit. Het lijkt wel makkelijk, maar kost kracht. Doe dit ritme maar eens na. Op de houten vloer. Brede klappen. Boom, boom. Kramer kan dat. De meeste 10 kilometer rijders rijden toch wat lichtvoetiger. In 2015 was deze man nog in het bezit van het werelduurrecord. Daar kun je ook wel iets hoor. Gereden in Calgary. En in je eentje een uur lang 42,2 per uur rijden. Dat is hard, hè? Ja. Zonder helm. Inmiddels is hij dat urenrecord kwijt aan een andere schaatser, Erik-Jan Kooijman. Die zullen we in de laatste rit zien. De 2 kilometer voor beide heren. Schouten in de ronde, 2 tiende sneller. En dat was hij in de voorgaande ronde ook. Bij de Nederlandse afstandskampioenschappen was Schouten ook sneller. Van Douwe de Vries kwam tot 13.10 hier in Heerenveen in oktober. Persoonlijk record ook. Gaat ook een beetje uit hetzelfde hout gesneden, deze mannen. Kennen hun roots natuurlijk bij marathonschaatsen. Dat geldt ook voor Douwe de Vries. Mannen die allebei goed waren op 200 kilometer wedstrijden. Alternatieve Elfstedentochten, Nederlandse kampioenschappen. Dat kon ook Douwe de Vries, maar die heeft echt zijn bakens verzet. Schouten is zo'n man die straks ook op de Waaijzee hard gaat schaatsen. Maar Douwe de Vries heeft ook snelheid. Kan leuke 1500 meters rijden. Met goede allround toernooien gereden. Mist wat snelheid op de 500 meter, maar komt toch makkelijk onder de 38 seconden. Dat is voor de mannen uit de ploeg van Jilad Anema nauwelijks weggelegd. En je ziet het ook aan de bouw. Gespierder, geblokter. En uiteindelijk ook vaak waardevol geweest bij de ploegachtervolg. Wat dat betreft zou ook Douwe de Vries niet meer staan in dat team. Maar ja, oei, het lijkt een lastige wissel, maar Schouten had het gezien. Hij was onderdeel van het team dat afgelopen jaar in Pyeongchang wereldkampioen werd. De baan in Gangneung. Zouden de Spelen dan een jaartje te laat kopen voor de Vries? Daar lijkt het op. Daar lijkt het op, maar je weet het niet. Tot schaatsen zeggen onderling ook al, ja. Wie wordt de Bob de Vries van vandaag? Je weet het niet. Als je zoveel 10 kilometer gereden hebt, kan je jezelf dan nu met een seconde of 6, 7 misschien wel meer verbeteren. Voorlopig rijdt Douwe de Vries een keurige 10 kilometer. Maar het rondebord staat bij het opkomen van het rechteind nog steeds op 15. Tot 2012 was deze man celbioloog. Fulltime baan. Maar ging het nog eens een keer proberen op de schaats, fulltime. Nam ontslag en dat pakte goed uit. Hier is Blokhuizen.
bezig met de warming-up. Niet van plan om de Vries te laten gaan, heeft hij al aangekondigd in zijn rit tegen Bob de Vries. De eerste rit na de dweil. Jeroen Blokhuizen reed een fantastische 10 kilometer hier in oktober. Wat een power, wat een mokerslagen heeft Douwe de Vries. Elke slag op het rechte eind. Elke ronde verliest hij van Simon Schouten. Maar door die eerste twee rondes ligt hij zo ver voor dat Schouten nog steeds niet onderdoor is gekomen. Maar dat gaat waarschijnlijk bij de volgende kruising wel gebeuren. Nou, ideaal voor Schouten die de Vries steeds voor zich ziet. En dat is voor een man die marathons rijdt altijd prettig. Dat was ook een beetje het probleem van Bob de Vries. Die zei van ja, ik weet dat ik goede 5 en 10 kilometers kan schaatsen. Maar ik heb iemand voor me nodig om op te jagen. Ja. Vandaar dat hij in kwartet start. Dat wil zeggen 4 schaatsers in de baan. Het beste tot zijn recht kwam. Douwe de Vries moet nu mee. Want Simon Schouten rijdt eigenlijk alleen maar rondjes 31-3. Dat deed hij ook bij zijn persoonlijke record. Alles tussen de 31-0 en 31-3. Kan Douwe de Vries mee? 12 ronden nog. Schouten verliest ook 2/10. Douwe de Vries pakt de 10e terug. Dit is lekker. Als je zo met elkaar op kunt gaan. En dat gaan we waarschijnlijk bij Bergsma en Kooijman wel zien. Daar zit Bergsma. Kramer zal het helemaal alleen moeten doen. Simon Schouten komt onderdoor. En kan de Vries aanklampen na 5600 meter. Leidt Schouten en doet dat met 31-5. De Vries geeft 2/10 toe. Schouten. Ik heb een prachtige natuurreiswedstrijd zien winnen. Eerne-Woude, de 100 kilometer. Echte grote Nederlandse klassieker. Toen er nog natuurreis lag. De alternatieve Elfstedentocht in een sneeuwstorm won hij ook op de Weissensee. En nu en rijdt hij in de zaal. Kon hetzelfde, reed de finale bij de Nederlandse kampioenschappen. Het was een Olympisch jaar. 2010, Vancouver. Toen was de Vries nog bezig met marathons. Die werd toen tweede achter Jorrit Bergsma. Op het Zuid-Ladermeer. Dat was een helse tocht. En je kunt dus omschakelen. Maar de ploeg van Adema reed in de breedte niet zo lekker op de 5 kilometer. Alleen Bob de Vries. We zagen net het persoonlijke record van Talsma. Dat is prettig. Nou, ook Schouten hoefde zich niet te schamen voor zijn 5 kilometer. Met 8:26 is hij sneller dan Talsma. Maar Talsma had dat bijzondere slot. Met een rondje 30:6 en 29:1. Talsma kwam in deze fase van de race door met een aantal rondjes 32 in 9:00:41. Ja, het ritme van Schouten gaat omhoog. 31:5 om 31:8. Nu kruist Schouten voorlangs. Oldeheuvel en Kramer, oude maatjes. Dat zijn vrienden voor het leven. Oldeheuvel, trainer van Blokhuizen, maar werd toch even ingevlogen om de schaatsen te fixen. In Stavanger. In Stavanger, ja. Toen de vaste schaatsslijper ziek was. Dezelfde avond nog werd Oldeheuvel vader trouwens. Ja, bijzonder. Hij was op tijd terug. Ontzettend vlakke race van Simon Schouten. Achtste rondje, 31:5. Achter elkaar. Ja, hier zit een ongelooflijk grote motor. Hij mist misschien een klein beetje de basissnelheid, maar dit kan hij lang volhouden. Ja. Zijn zusje stelde gisteren enorm teleur op de 3 kilometer. Irene. 31:4. Gaat versnellen. En Douwe de Vries is in de 32ers. Die vliest nu zoveel per ronde. Die kan ook geen gebruik meer maken van Simon Schouten op de kruising. Kijk eens. Ver onder het schema dat Jillet Adema heeft afgesproken met Simon Schouten. Dat rijdt lekker hoor, op de kruising.
Ja, gaat ook Schouten nog een aanval doen op zijn persoonlijk record? Het lijkt erop. 31-5. Bijna 5 seconden onder de snelste tijd. Bij zijn persoonlijk record kwam hij door in 10-31. Dus hij zit er een seconde boven. Hij moet gaan versnellen om naar die 13-10 te gaan. Ja, maar dat is hij ook mee bezig. Daar is hij mee bezig. Het ritme gaat nog eens een keer omhoog. Het lijf begint ook wat te schudden. Dus vermoeidheid, maar hij kan dat compenseren. En nu kwamen in de fase van de race dat Talsma en Jos de Vos er een sprint van gingen maken. Schouten moet het alleen doen. Talsma heeft inmiddels wel gereageerd en zegt ja, achteraf gezien weet ik nu dat ik wel eerder had kunnen versnellen. Maar ik heb zo weinig ervaring nog met die 10 kilometer. Ik durfde eigenlijk niet. Maar voor de volgende keer neem ik dat mee. Ik kan nog sneller. Nou, dat hadden we eigenlijk al gezegd. En nu eens kijken wat Schouten, zijn teamgenoot, daar tegenover kan zetten. 2 ronden nog. Douwe de Vries heeft ook weer wat aangevonden. Duikt de 31-6 in. Maar dat gat is te groot. De mannen krijgen de volgende doorkomst de bel te horen. Talsma kwam door in 12.43, maar had nog een rondje 29 in de been. Ja, hier staat nu 31.9. Waar Talsma al 30.6 reed. En dan gaat het snel, maar Schouten weet dat. En die denkt, ja, het zal toch niet gebeuren. Pest er ook nog een sprint aan. En dit gaat ook hard. Gaat hij dat persoonlijke record nog brengen? De 13-10-08. Het wordt heel close. Het wordt 13-10-43. Hij redt het net niet. Maar is wel sneller dan Talsma. En is de snelste van dit moment. Het baanrecord 12-45-09 werd exact 4 jaar geleden, ook op 28 december, gereden. Toen was het de aanloop naar de Spelen van Sochi. Waar Kramer uiteindelijk geen goud haalde, maar wel Jorrit Bergsma. Nu ligt alles nog open. We hebben nog 3 ritten. We hebben 2 tickets. En ze willen allemaal. 12.45. Is dat vandaag mogelijk in Heerenveen? En moet het? Is het nodig? Blokhuizen en de Vries zijn de eerste mannen die dat gaan proberen. De Vries was er al eens dichtbij. 12.47. Gereden in Tiof. In een kwartetstad. Oei. Oh. Ja, dat kan ook nog. Op een 10 kilometer. Dat is ook de spanning. Chad Hedrick deed het wel eens expres. Om het ijs nog te laten uitharden. Maar dat doen deze mannen nu niet. Ik zie buiten beeld wel een rode vlag. We zagen de Vries ook even wijzen. Dat, ja, we zagen ook een foto flitsen. Go to the start. Zijn rechterbeen glijdt weg. Maar er is nog een kans. Hij heeft niets te verliezen. Deze man gaat al naar Korea. Won de 5000 meter. Maar als je die vorm hebt en we weten dat hij echt goede 10 kilometers kan schaatsen. Dan wil je meer. Ready. Blokhuis in de binnenbaan. Bob de Vries, 33 jaar oud, in de buitenbaan. En Blokhuizen is niet van plan om deze 10.000 meter zomaar cadeau te geven. Blokhuizen reed ook een goede 10 kilometer hier in oktober, 13.02. Was zo snel dan Bob de Vries, die toen ook wel last van zijn rug had, weet je nog? Ja, dat is altijd zijn handicap.
De Vries natuurlijk met een lange staat van dienst, vooral op de marathon. Dat geldt natuurlijk ook voor deze man, Jorrit Bergsma, de regerend Olympisch kampioen, 10.000 meter. Maar de Vries had altijd problemen toch met de 10.000 meter. Als hij gewoon moest rijden zoals hij vandaag moet rijden. Ging het over een kwartetstart, dat wil zeggen de B-divisie, zonder publiek. In de vroege uren, maar dan met 4 schaatsers in de baan, dan had hij een richtpunt. Ja. En dan was hij op zijn best. En hij dan kon hij geweldige tijden rijden. Hij werd ook wel eens Bob B-groep de Vries genoemd, maar daar heeft hij met die 5 kilometer even korte metten meegemaakt. Dat was een geweldige race, de 6:15. En hij stond alles op het podium bij het wereldkampioenschap. In 2011 was dat. Was er niet een Arjan van der Kieft in datzelfde jaar? Ja, die had toen zijn bandje niet om. Althans zijn transponder. En kijk, dit is de staatsdienst. De veehouder. Stond mooi in de krant. Vader van 3 kinderen. De laatste werd geboren in september. Toen was hij op trainingskamp in Italië. Bob de Vries was te laat weer thuis om zijn jongste dochter te verwelkomen. Sloeg het laatste trainingskamp van de ploeg ook over. Was dus niet mee. Hij heeft zich gewoon thuis hier de tee al voorbereid. Een andere route dan de andere mannen. Het zijn de veruit de snelste tussentijden. Bijna 4 seconden sneller dan Simon Schouten. Die hier rondjes 31-3 noteerde. Bob de Vries is ook de regerend Nederlands kampioen marathonschaatsen op kunstijs. De titel op natuurijs had hij alles gewonnen. Dat was een Van der Pervé. En hij valt nu al aan. En deze doorkomst is heel snel. 2:35 is 3 seconden sneller dan de 12:47 die hij hier noteerde. Oh. En het lijkt zo makkelijk te komen bij deze man uit Houlen, ligt in Friesland. Dit is Kooijman. Erik-Jan Kooijman. 31. Teamgenoot van Bob de Vries. Baarrecord was de doorkomst 3:09:04. Alsjeblieft. Hoe hard gaan deze mannen? Ook Jan Blokhuizen zit daar dus onder. Ja, Kramer heeft het gezien. Kramer ziet alles, weet alles, is een control freak. En zal moeten straks. En al zou die sneller zijn dan deze beide mannen, dan is het toch maar de vraag wat er gebeurt in de laatste rit. Hoe spannend kan het zijn op de 10.000 meter? Vrij korte slag van Bob de Vries. 30-7 en 30-8. Onder het schema Baarrecord. Blokhuizen. Hij zat voorzichtiger in de bochten. Hier kijkt Bjorn Rikje mee naar het tijdschema. Nog steeds onder het Baarrecord. 30-9 ondertussen. Ja, nu heeft Bob de Vries het voordeel dat hij eventjes achter Blokhuizen aan kan duiken. Als die snelheid bij de Vries zo makkelijk komt, hij heeft veel minder marathons gereden dan andere jaren. Hij heeft zich echt gefocust op dit Olympische jaar in de wetenschap dat dit ook echt zijn laatste kans is als 33-jarige. En daar staat nog eens het Baarrecord, de 12:45:09, rechts onderin. Maar Blokhuizen duikt de 31ers in. De Vries heeft de hulp ingeroepen dit schaatsjaar van de psycholoog. Ja, sportpsycholoog. En wat doen er meer? Ronald Mulder deed het ook en die won de 500 meter. Het heeft dus wel degelijk effect. En de Vries had vooral moeite met die 10.000 meters. Om tegen de klok te schaatsen, dat vindt hij lastig. Hij heeft een tegenstander nodig. Dan heeft hij in Blokhuizen op dit moment een goeie. Die zomaar weer 30-9 noteert. De Vries boven de 31. Dagelijks koeien melken. 50 koeien heeft hij.
39, 31. Ja, Bob de Vries die had even een slippertje van 38, 31-2 terug naar de 39. En met 5-41 zitten we nog steeds onder het barenkoord. De Vries die in het verleden nog wel eens moeite had met deel 2 van de 10.000 meter vanwege dus die rugblessure. Maar dit ziet er nog steeds ontspannen uit. We zijn ook nog niet op de helft. 38. Blokhuizen moet geleidelijk aan de Vries laten gaan. We komen hier aan het eind van de kruis op die virtuele 5 kilometer. En kijk eens even wat de tijd dat is. 6:27. Halverwege. Daar zou je 13e mee zijn geworden op de 5000 meter. Eergisteren. Maar nu weer een 31-3. Een halve seconde vervallen, één ronde. En dat is wel veel. Een halve seconde met nog 13 ronden te gaan. Even kijken of Anema dat nu aangeeft. Kan die weer terug? Want Thijssen gaf eraan. Of geeft eraan. Dat Bob de Vries het moeilijk lijkt te krijgen. Maar dan kunnen ze het voor hebben aan elkaar. Ze zouden zich aan elkaar op kunnen trekken in deze race. Barenkoor ging in 7 minuten 13.97. Daar zitten we zitten nu ineens boven. Door die 31 plus rondes. Blokhuizen is sneller in de rondetijd. Houdt eventjes in, duikt erachteraan. Maar dit is lekker, want Blokhuizen is een racer. Ja, je moet de 25 ronden mentaal op kunnen brengen. Veldkamp heeft daar ook wijze dingen over gezegd. De Olympisch kampioen van 92. Je moet die focus moet je kunnen houden. En dat is lastig. De 7:46 is nog wel gelijk aan de 12:47 die Bob de Vries hier ooit heeft gereden. Maar hij eindigde toen met rondjes 30 lagen, zelfs 29ers. Dat zou hij dus moeten herhalen. Dat kon hij toen omdat hij een tegenstander voor zich had. Gestart in de rit in dezelfde baan een halve ronde eerder. Laten we kijken. Twee rondjes hoger dan 30. Toen 31-3. Twee keer 31-4. Wat laten de mannen nu zien? Een rondetijd van Bob de Vries. 31-5. Blokhuizen weer de tiende sneller. En Blokhuizen geeft partij. Kruist weer voorlangs. Dat is ook gunstig voor de Vries. Zusje Elma plaatste zich in 2010 voor de Spelen van Vancouver. Grote sportfamilie. Ja, het is wel een OKT. Het wordt op elke afstand wordt er aangevallen. We zagen gisteren bij de vrouwen dat er een aantal echt helemaal op een hoop gingen. Vergelijken we dit met het barenkoord. Dat ging in 8:45. Dat kunnen we echt helemaal loslaten. Ja, dan moet je echt 30ers, lage 30ers nog gaan rijden. Maar gaan we nog onder die 13 minuten? Versnelling. En niet zo kleintje ook. Halve seconde sneller dan de voorgaande ronde. Dit lijkt wel een genadeslag voor Blokhuizen nu. Een rondje 31-7. Maar kan de Vries dit doorzetten? In zijn beste dagen kon hij dat. En zijn 5 kilometer was toch van dermate hoog niveau dat hij het ook op deze 10 zou moeten kunnen. Van 31-4 naar 30-9. Zit er nog een 30 in? 31-1. Gewend om wedstrijden van 125 ronden te schaatsen. Bij de marathons. Broer Bart won onlangs een marathon. Hij brak zijn arm en staat dus aan de kant. 12:22.5 is sneller dan de doorkomst van Bergsma hier op het NK. Die toen won met 12:55. Laat de slag lopen voor de bocht. Het kwam niet goed uit.
Maar het zal hard moeten. Dat heeft Kramer al lang gezien. De Vries stort niet in, maar een dertiger zit er niet meer in. Blokhuizen 32-5 intussen. Blokhuizen is kapot. Die verliest nu 17 in de ronde. Hoe hoog gaat Bob de Vries de lat nu weer leggen voor Kramer? En in de laatste rit Bergsma en Kooijman. Probeert het ritme te verhogen, maar het lukt hem niet. Drie ronden nog te gaan. Ja, is toch wel knap hoor, 31-5. De Vries heeft het zwaar, dus ook niet zo gek. Heeft heel hoog ingezet. Heel hard van start gegaan, misschien wel iets te gek hoor. Zit nog op die 13-0-0. Zet hij die psychologische grens op 12-59. Maar dat is niet op voorhand een tijd waar Kramer in goede doen, normale doen, van hoeft te schrikken. Allemaal rondjes 31 zou 12-57 betekenen. De Vries pakte de winst bij de start. Maar levert nu een paar tienden per ronde in. Krijgt hij de bel. ...31-4 heeft hij nog nodig. Maar hij was al sneller op 10-half. Reed alles 12-47. In 2016 hier in de B-divisie. Als invaller werd zo'n beetje onder de koeien vandaan getrokken, want hij zou niet starten. Trok zijn pak aan en reed 12-47. Dat zit er vandaag niet in. Moeizame slotronde tot het uiterste gegaan. En haalt de 13 minuten grens net niet. 13-01-12. En de slotronde boven de 32 seconden. Ja. Blokhuizen 13-08-43. En met deze slotronde laten deze man ook zien dat ze werkelijk alles gegeven hebben. Ja. En dat er niets meer in zit. Nee, en dan kun je hooguit nog zeggen dat ze iets te hoog hebben ingezet bij de start. Als je echt dik onder het schema barrecours zit en je komt dan uit boven de 13 minuten. Dan hebben die eerste ronde toch pijn gedaan. Maar hij weet dat hij hoe dan ook naar de Spelen gaat op de 5 kilometer. Ja. Hier afgetreden lichaam van Bergsma. En dan hier de oudste man. 38 is hij, Jouke Hogeveen. 12-56 is zijn persoonlijk record. We hebben hem dat zien schaatsen. En luister, publiek. Je weet waar het om gaat. Go to the start. Het is slechts een horde. Op weg naar het ultieme doel, Olympisch goud op deze afstand. Hij heeft wat recht te zetten, Kramer. Ready. Hier valt eigenlijk nog niks te winnen. Maar je kunt wel iets verliezen. Kramer weet dat hij over Hogeveen aan gaat kruisen. Dat weet Hogeveen ook. Dus hij hoopte eigenlijk aan te kunnen sluiten op de eerste kruising, maar dat gaat hem niet lukken. De man op Twitter met de naam De Lange Adem. Maar Hogeveen zal zijn karretje willen aanhaken. Dat gaat hij ergens proberen. Reed de 12-56 in Stavanger in de B-divisie. Maar Kramer gaat helemaal zijn eigen 10 kilometer rijden. Rijdt uitsluitend tegen de klok. En zal een tijd neerzetten, toch ook op het schema. Baanrecord, zijn eigen baanrecord. Exact 4 jaar geleden neergezet. Op weg naar Sochi. Daar staat het, tijdens het OKT van 2014, maar het was gereden in 2013, december. Hij reed 10 keer sneller dan de 13-01, maar dat past er maar achter dit kaartje. Allemaal tijden sneller dus dan de tijd van Bob de Vries in de voorgaande rit. Maar wat hebben wij geleerd van de 5000 meter? Dat ook Kramer te verslaan is op zijn favoriete afstand. Zegt dat meteen iets over de vorm van de 10.000 meter? Vaak is het makkelijker, hè? Die 10 kilometer. Je hebt wat meer tijd om in je slag te komen. Schaatsers waren nog wat twijfelen aan het ijs. Kramer reed toen in het nieuwe Olympische pak, waar hij vandaag niet in rijdt. Wat zegt dat?
schaatsers hadden het geklaagd over het feit dat ze het wat warm kregen in dat pak. En hebben allemaal besloten om de pak nu niet te dragen. Dus er is nog tijd om aan de pak te sleutelen. Kan ook een reden zijn geweest waarom Kramer niet reed zoals hij wilde rijden op de 5 kilometer. Dit ziet er in elk geval goed uit. Ja, hij weet dat hij allemaal rondjes rond de 31-0 moet rijden om onder de 13-0-0 te eindigen. En vergeet niet, dit is zijn 60ste 10 kilometer. Zijn 60ste. Hij won er 40. Kooijman in de laatste rit heeft het persoonlijk record van 12:57 staan. Ook gereden dit seizoen. En het was ook in Stavanger bij de enige wereldbekerwedstrijd waar de 10 kilometer op het programma heeft gestaan. Ja, dat zijn tijden, met alle respect voor Kooijman en de Vries, waar Kramer in goede doen niet van schrikt. U zag het zojuist aan de tijden in beeld. Kramer heeft dat vaak gereden. Maar zelfs een groot sportman als Kramer, die alles, bijna alles heeft gewonnen, is kwetsbaar. Is onzeker. Twijfelt. Dat hoort ook een beetje bij een topsport. Twijfelen. 30-5. Als je dat afzet tegen de rondetijden van Bob de Vries, die reed hier ook 30-5. De Vries is klaar. In deze fase van de race reden Bob de Vries en Blokhuizen rondjes tussen de 30-4 en de 30-8. Het was in elk geval een wake-up call, de 5000 meter. Ik heb daar als een mietje gereden, zei ik. Nou, dan is dit van een ander niveau. Want Kramer is wakker geschud. En kijk ook naar de rondetijden van Helco Hogeveen. Die verliest veel in die eerste volle ronde. Besloot ook ooit eens een 10 kilometer met een rondje 29. Zit een grote motor in dit lijf. Maar hij is grillig in het rijden van zijn 10.000 meters. 30-8. Waar Bob de Vries 30-7 noteerde. Blokhuizen is klaar. Het verschil tussen Kramer en de Vries in deze fase van de 10 is bijna een seconde in het voordeel van Bob de Vries. Maar die leverde vooral in het laatste gedeelte. En Kramer weet dat. Als er één schema's kan rijden, is het deze man. Allemaal rondjes onder 31-0. Hij moet gewoon rijden. Want ik refereer vaak aan het artikel vorig jaar in de Trouw. Iedereen weet dat ik die 10 kilometer wil winnen. Het is een belachelijke druk die ik mezelf opleg. Maar de mand, als iedereen het weet, dan ben ik er ook maar vanaf. Want als hij alles kunnen winnen, als hij 10 niet wint, is het toch een teleurstelling. Hij heeft iets recht te zetten. Dat is de sportman Kramer. Oeh, 30-5, hier Jack Ory. Het is goed. Een fantastische 10 kilometer zagen we. Pyeongchang. Goed jongen, zegt hij tegen Kramer. Hij beweegt wat lichter dan op de 5 kilometer. Zit ook iets lager, maar de bovenlichaam mag best wel wat vlakker. Hij kruipt nu meer in elkaar bij de 5 kilometer. 10 rondjes gehad. En nog steeds, 30-6 is nu voor het eerst sneller dan Bob de Vries. De Vries die vanaf nu 31 is reed. Kramer duikt dus onder dat schema. Het ziet er echt heel degelijk uit wat hij laat zien. En ook gemakkelijk. Hij waait de bocht uit. Druk van de benen af. Zo bij de les. Zo gefocust. En het zal ook moeten. Olympische missie. En dan is deze wedstrijd uiteindelijk heel wat belangrijker dan de Nederlandse afstandskampioenschappen in oktober. Ja, waar hij overigens verloor van Bergsma. Dat vond hij toen niet erg. Kenmerkende stijl daar. Hij het opkomen recht in stond Douwe de Vries om hem aan te moedigen. Nog steeds 30-7. Heel goed, heel goed. 1500ste onder het schema van de Vries.
Kramer is een kind van Tialf. Geboren en getogen. Een steenworp afstand van deze ijsbaan. En hij is ruim over de helft. Pakt nu een halve seconde op het schema van de Vries. Hij zit een kleine anderhalve seconde boven zijn eigen baanrecord. Rondetijden lopen nu heel langzaam wat op. Hij moet dus onder de 31 blijven. Daar zit Naomi van As met een oog. Daar staat de 31. Dit is een 3/10. 3/10 loopt het op. Kijken wat Hogeveen doet. 31-1. Het moeilijkste gedeelte gaat nu beginnen. Jouke Hogeveen. Korte slag, tong uit de mond. Die kennen we van hem. Typische houding ook op natuurijswedstrijden. Het moeilijkste gedeelte gaat beginnen. Het rondebord staat nu op 10. Psychologische grens voor de 10 kilometer schaatsers. Vanaf nu gaan we enkele cijfers zien. 30 en terug naar de 30 af. En luister naar het publiek. Heel goed, heel goed. Ja, er komen nog twee mannen in de volgende rit. Die ook gevaarlijk zijn voor Kramer. Niet alleen Bergsma, maar ook Kooijman. En dat weet Kramer. Inmiddels heeft Bob de Vries gereageerd. Ik ben iets te snel van start gegaan. Ik liet me eigenlijk een beetje verleiden door met Blokhuizen mee te gaan bij de stad. Had ik niet moeten doen. En Kramer weer een 30-9. Kramer zit een seconde boven zijn eigen baanrecord. Hier zagen we even de achterkant van Jelle Adema. Maar kijk naar het gezicht. Het gezicht van Kramer staat nog steeds goed. Hij zal het zwaar hebben, maar hij leidt nog niet. Beweegt nog goed. Hij beweegt veel beter dan op de 5000 meter. Dat is een ding wat zeker is. 30-8. Ja. De Vries gaat hij wel pakken. En dan nog een marsje opbouwen. Als je dan behoorlijk onder het schema blijft van het persoonlijke record van Kooijman. De 12:57. Ja, dan moet je toch aan de veilige kant zitten, zou je denken. Kooijman die op de 5000 meter niet imponeerde. Maar je weet het nooit. Kooijman houder van het werelduurrecord. 30-7. Weer een 10e eraf in de ronde. Hij versnelt al 5 rondjes achter elkaar. En Bergsma ziet dat. Hogeveen op ruim achterstand met de 4e tussentijd. En elke keer die lange klap het rechte eind op. Dit is Ellie Kramer, de moeder van Sven. Zelf ook schaatster geweest. En die ziet dat het goed gaat met haar zoon. 30-8. Zitten nu op een tijd rond de 13, rond de 12:50. Baanrecord is uit zicht. 12:50 is toch wel een beste tijd hoor. Bergsma werd dit seizoen kampioen in oktober met 12:55. Dat was de winnende tijd. Bergsma kwam toen door in 10:23. Zeer degelijke race van Kramer. 31-1 nu. En wat doet Hogeveen? 31-5. Hij zit ver boven de tijd van Bob de Vries. Tikken 5 seconden. De Kramer zit er dik 3 onder. Daar zit Iep Kramer, de vader van Sven, naast Harm van der Pal. 4 onder nog. En hij versnelt weer. Ja, dit trekt hem elke keer terug. Hij zei ook in een interview, ik wil versnellen, maar nog eindelijk diep genoeg. Het moet een vlakke race worden. Dit moet voldoende zijn. En dan zijn de verhoudingen weer hersteld. Maar ik wil ook niet te vroeg. Nee, want we krijgen door de kampioen aan de start. Precies. De Bergsma. Tweede plaats heeft Kramer nodig. En hoe teleurgesteld hij toch eigenlijk wel was op de 5000 meter. Tweede plaats zal voor Kramer nu toch een opluchting zijn. 3 ronden nog en hij versnelt nog steeds onder de 31-0. Bergsma 12:54 lijkt het te worden. 12:54 of zitten we daaronder?
Kramer is nog niet leeg. Twee ronden nog. Nog eens een dertiger, ik denk het wel. Komt weer goed uit voor die 38. Prima. 8. Wat een klasse race van Kramer. Kramer in 10,5. Drie keer onder de 12,50. Wat gaat hij nu niet meer noteren? In 2007 reed hij al 12,49. Dat zegt ook iets over de carrière van Kramer. Dat is 10 jaar geleden. Nu gaat hij naar de bel. En weer een 30,8. Ja, het doet wel pijn nu. Het doet wel pijn in de laatste ronde. Maar mag het ook. De beste 10.000 meter schaatsers komen uit Nederland. En daar moet je eerst mee afrekenen. Wil je naar Korea mogen op deze afstand? Kramer leek te wankelen op de 5 kilometer. Maar rijdt hier een dijk van een 10. Het gaat niet onder de 12,50, maar het wordt wel 12,54,04. Dit is wat Kramer kan. En dan zit Jouke Hogeveen daar niet eens zo heel ver achter met 13,03. Heeft dus ook goed gereden hoor, met de slotronde van 30,6. Maar Kramer zal toch nog even moeten wachten. Want over een kwartier weten we of die 12,54 voldoende was. Het is sneller dan dat Kooijman ooit heeft gereden in zijn carrière. Kooijman moet het persoonlijke record rijden. Ja. En Jorrit Bergsma moet doen wat hij wel vaker heeft gedaan. Jorrit Bergsma reed 5 keer in zijn carrière in 10,5. Sneller dan deze 12,54. De Olympisch kampioen. To the start. Jorrit Bergsma. Eén van deze twee mannen mag ook sneller schaatsen dan Kramer. Maar als ze allebei sneller zijn, dan zal Kramer niet starten. Normaal gesproken. Maar deze mannen hebben voordeel. Ze hoeven geen 12,54 te rijden. De tweede tijd is 13,01,12 van Bob de Vries. Ja, maar ze moeten ook nog elkaar verslaan. Ja. Dat kan een psychologisch nadeel zijn. De Olympisch kampioen, Jorrit Bergsma, wankelt dit seizoen. Is bepaald niet zeker. Kende een flitsende start. Het was bij de Nederlandse afstandskampioenschappen. Maar even in herinnering roepen. Eind oktober. Hij reed in die paar dagen 70 wedstrijdkilometers. Reed de Marsstart, reed de 5 kilometer, reed de 10.000 meter en deed als toetje nog een marathon. En dan kun je je afvragen of dat eigenlijk allemaal niet te veel is geweest. Hij is zo mager op dit moment, hij is zo afgetreden. Maar zijn erelijst liegt er ook niet om. 12.47 reed hij in het Olympische seizoen. In het jaar was december 2013, het OKT van 2014... Dat Kramer het baanrecord reed en uiteindelijk Bergsma met die 12,47 later Olympisch kampioen werd. Dus ja. Het zegt niet alles wie er vandaag wint. En het gaat erom dat je je vandaag plaatst. Daar gaat het om. In dat OKT 4 jaar geleden reed de man die nu in Canada schaat, de wereldrecordhouder, Ted-Jan Bloemen, de 7e tijd. Laten we kijken wat deze mannen gaan doen. 31-0, 24 rondjes lang is voldoende om Bob de Vries uit de 10 kilometer te rijden. Want wat zal de bedoeling zijn van deze mannen? Zullen ze die tijd van Kramer aan gaan vallen? Dat is ook meteen een risico. Dan kun je ook te snel van start gaan. Je kunt ook zeggen, ik mik op de tweede tijd. Maar wie van deze twee zal dan die tweede tijd gaan pakken? Ja, dit moet het dan maar zijn. Maar het was indrukwekkend hoor, Kramer. Ja, hij heeft de lat hoog moeten leggen. Ja, en ik denk dat die mannen wel het vertrouwen hebben dat het goed zit. Want hier zitten we al in de 31ers. Dat zegt nog niet alles. Nee, ze kunnen een negative split rijden. Ja. Tweede gedeelte langzamer. Dat hebben ze vaker gedaan, deze mannen. Dat betekent dat de tweede 5 kilometer sneller zal zijn dan de eerste 5 kilometer. Dat is alleen aan de supersteers voorbehouden.
Maar in goede doen praten we daar ook over. Ja, dat zijn deze mannen. De ontspanning, de zwierige slag. In slaap kan wiegen. Bergsma. Bergsma die ging op van 31-2 naar 31-0. Kooijman de tiende erbij. Hier nemen de mannen de rondetijden door. De enkele 31's die we gezien hebben. Ja, dit is raar voor Jorrit, voor Jillet Adema. Hij weet sowieso dat Bob de Vries naar de speler gaat, de 5 kilometer. Ja, het wordt en als deze mannen niet goed doen, rijdt Bob de Vries ook de 10. Ja. Maar hij gaat liever met twee mannen. Maar het lijkt er in ieder geval nu niet op dat er een aanval gedaan wordt op de tijd van Kramer. Want dan laat je nu toch echt wel veel liggen. En waar pak je dat nog weer terug? En dan zal het dus een broedermoord gaan worden. Want de plaatsen worden nu verdeeld achter Kramer. Dan is er nog maar één plaatsje. En dan zijn er drie mannen in hetzelfde pak van hetzelfde team. De Vries, Bergsma, de regerende Olympisch kampioen. En Kooijman, die strijden voor dat ticket achter Kramer, zoals het nu gaat. Ze rijden nu op safe, voorlopig. Kramer reed drie keer een 31er. Deze mannen rijden alleen nog maar 31ers. Het verschil is groot. Er wordt nu ook vergeleken met het schema van de Vries. Daar zitten beide mannen boven. Maar de Vries zei achteraf ook... In de catacombe, ik ben veel te snel van start gegaan. Kramer heeft heel slim gereden. Daar zijn de transponders. Ik kan niet meer. Je moet het hoofd op koel houden. Kramer heeft dat gedaan. Kijk, helemaal doorweekt in het pak. Kooijman gaat wat versnellen naar de 31-0. Bergsma lijkt het niet te hebben. Rijdt ook een trage rit in de bochten. Wat minder souplesse in de soepel. Kooijman gaf ook aan, die 5 kilometer, ik moest te hard werken. Ik wist dat ik onder de 26 moest. En dan moet ik rondjes rijden in de 29. Dat zit niet in mijn natuur. Rondjes 31-0, 30 hoog zit wel in mijn natuur. Kramer reed maar 3 rondjes boven de 31 seconden. Deze mannen hebben eigenlijk nog niet anders gedaan. Dus laten dat schema van Kramer los. Bergsma haakt weer aan bij Kooijman. Leek eventjes te laten vieren. Ik denk dat de missie is om een tweede man van de ploeg Adema naar Korea te krijgen. En dat betekent dus een aanval op de tijd van Bob de Vries. Dat moet dan gebeuren in het laatste gedeelte van de 10 waar de Vries het moeilijk had. 10 ronden gehad. Bergsma nog steeds 31-0, Kooijman 31-1. Verschil met de Vries. Het is nog steeds 4 seconden. Maar ja, daar kan je in de laatste 3 ronden heel veel winnen. Kooijman bleef elke keer een metertje voor. Dat is hij nu kwijt. Bergsma komt voor het eerst voor op het rechte eind richting de bel. Richting de bel. Bij de streep. Bergsma is de eerste 30er. Ja. Het verschil met het schema van de Vries loopt geleidelijk aan nog ietsje op. Maar 5 seconden is te overzien. Als je weet hoe de Vries deel 2 van de 10.000 meter heeft gereden. En dat weten deze man. Het is eigenlijk sparen voor een eindschot. Bergsma blijft voor. Maar ik zie niet gebeuren dat de tijd van Kramer nog in het geding is. 31-1. En dit is pijnlijk. Als je de kruisenkop bent gekomen en een 30-9 gezien. En nu een 31-1 voorgeschoten krijgt. Komt het OKT voor Bergsma net iets te vroeg. Hij wordt sterker en beter. Maar kent wat ziekte. Dat heeft hij achter zich. Reed een marathon in Breda waar hij echt indruk maakt. Dat had hij even nodig. 30-9 nu weer. Ja, maar een marathon is geen 10 kilometer. Nee, in die wedstrijd sloeg Bob de Vries speciaal over. Ja. Ja, hij beweegt niet zo makkelijk als dat hij anders deed. Je ziet toch een seconde momenten onder het schema. Ja, maar dat doet Adema wel slim. Ze rijden puur op schema. En trekken zich niets aan van het schema van Bob de Vries. Nee, het is een schema, denk ik, 13 minuten. En daar moet je dus onder. En als we negative split willen zien, dan zullen de mannen nu moeten gaan versnellen. Want we hebben de 5 kilometer gehad. En dat lukt nog niet. Want in deze fase van de race reed de Vries rondjes 31-4.
Het uitkomen van de bocht zien de mannen het rondebord. Het rondebord staat dan op 10. Vaak is dat het zijn om de finale in te gaan. Kijken of dat ook gaat gebeuren. Het verschil met het schema, de Vries wordt in ieder geval kleiner. En daar staat weer een 30-9 voor Bergsma. De tweede 30er. Hier Bob de Vries, ja, uitfietsen met de televisie. Die sowieso gaat starten op de 5000 meter. En als de situatie zo blijft als dit moment, dan ook nog op de 10. Maar de aanval is ingezet. Bergsma is Kooijman nog niet kwijt, hoor. 3 seconden het verschil met de Vries. 30-8 weer. En kan Kooijman nog voorlangs kruisen of wordt het een lastige kruising? Oei. Nou, dat lost de mannen goed op. Gunstig voor Bergsma. En het verschil met de Vries loopt hard terug. En dan heeft Bergsma alle kans om het naar zich toe te trekken. Om zijn Olympische titel te gaan verdedigen. Ondanks die moeizame aanloop dit seizoen. Weer een 30-9, maar Kooijman doet het zelf. Kooijman moet je ver weg hebben. Die heeft een goed slot. Zeker. Vingers gaan naar beneden. Bergsma zit eronder. Kooijman zit vlak. Als ze nu allemaal rondjes onder 31-0 blijven rijden, pakken ze Bob de Vries in. De Vries had zelfs een 32er als slotrond. Daar valt ook nog winst te pakken. 39, 39 blank. Dan is het wel ideaal ook voor Kooijman. Die kan voor de tweede keer. Maar die moet slipsen. Je moet nu inhouden. Theo Rijtsma zag ik zitten. Dit is rekenen van Jelle Danema. Hij legt zich dus neer bij Kramer. Ja, ze gaan voor die ene plek die er nog over is. Want er zijn dit jaar maar 2 startplekken op de 10 kilometer. In het verleden waren dat er 3. 6 ronden nog. Bergsma komt tot op 2 seconden nu van de Vries. 30-7. Ja, en Kooijman 31-4. Ja, die heeft dat rondje moeten bekopen. De slechte kruising. Kan die nog terugkomen? En ik zie nog steeds ook ontspanning bij Bergsma. Het is nog steeds niet de overtuiging die hij had in oktober. Uiteindelijk moet de piek komen te liggen in februari. Maar om er te komen, moet je ook van goede huizen. Nog 5 ronden. 30-6 voor Bergsma. En Kooijman heeft de versnelling ook ingezet. 10-24. Anderhalve seconde nog boven het schema van Bob de Vries. Maar Bob de Vries had nog een 32. En hij beweegt niet lekker. We hebben Bergsma ook wel eens kapot zien gaan in die laatste ronde. Bob de Vries lijkt het te weten. Dit is ook spannend, hè? Dit is ook spannend. En Kooijman is er ook nog, hè? Bob de Vries noteerde hier een rondje 31-3. Hij kwam door in 10-53-91. Daar zitten we nog steeds achter. 30-6. Verschil teruggebracht tot een dikke seconde. Rechts onder in beeld. Derde tussentijd. Maar ook Kooijman, 30-8. Bergsma snijdt de bochten heerlijk aan. Komt telkens goed uit. Ah, het is wel een atleet, hoor. En het is eigenlijk ook wel mooi dat een regerend Olympisch kampioen in staat is om zijn titel te verdedigen. En daar gaat het wel op lijken. 30-6 weer. Kooijman 30-8. Bergsma kruist ruim voor Kooijman langs. Verschil met Vries is nu gelijk. 0 seconden. En nu gaat Bergsma de winst pakken. Nu gaat hij winnen ten opzichte van het schema van de Vries. En zit hij aan de veilige kant. Heeft Kramer niets te vrezen. Kramer is veilig. Kramer zal de 10 kilometer rijden. En als Bergsma niet gaat instorten, dan is hij de man die zich als tweede man gaat plaatsen. En 30-6 is gewoon goed. En daar Kooijman is geen bedreiging. Ook niets meer aan doen. Houder van de werelduurrecord. Een man die dit ook 20 kilometer vol kan houden. Maar net de snelheid mist om het hier Bergsma lastig te maken. Bergsma nog 2 buitenbochten en dan de laatste binnenbocht. Gaat naar de bel. Zal zeker goed zijn voor zijn zelfvertrouwen. Bijna een seconde onder het schema van Bob de Vries. En dan denk ik eerlijk gezegd dat het eindgoed al goed is. Zowel voor Kramer als voor Bergsma. En wat was het toch even spannend bij zo'n Olympisch kwalificatietoernooi. En wat is het mooi dat Bob de Vries
op 33-jarige leeftijd ook naar de Spelen gaat op de 5 kilometer. Maar op de 10 blijven er twee mannen over. Ook de hoofdrolspelers van 4 jaar geleden. Bergsma en Kramer. En daar komt nog een Nederlandse Canadees bij. En dat is ook de wereldrecordhouder, Tidjan Bloemen. Hier is de Olympisch kampioen, dat is hij nog altijd binnen. In 12.58.78. Dat is de tweede tijd. Iedereen is binnen nu. En Bergsma is geslaagd in deel 1 van deze missie. Want de belangrijkste missie is in Korea zelf. En die diepe zucht, dat was eentje van opluchting hoor. Neemt u dat van mij aan. Adema heeft peentjes gezweten. Elke topsporter kent zijn twijfels. Die had Kramer, die had Bergsma. Maar uiteindelijk zijn de verhoudingen hersteld zoals ze toch ook al jaren zijn. Stuivertje wisselen tussen Kramer en Bergsma. En Bob de Vries heeft vrede met deze uitslag en weet dat een teamgenoot meegaat richting Korea. Niet de minste. Ze gaan samen. En Kramer, eerlijk is eerlijk, heerst als vanouds. En zal toch ook opgelucht zijn. Want hij kende zijn twijfels de hele week. En vooral ook vanochtend op het ijs. Maar let op dit moment. Adema. Die ook niet zeker wist of zijn mannen op tijd scherp waren. Bob de Vries. Dat was de verrassing. Hier de ontlading bij de sponsor. De man van Klavis. Bert Jonker. Opgeluchting ook. Bij Kramer. Ja, die durft ook weer uit de catacombe te komen. Die moet het doen. Ja, groot sportman. Ook in zijn interviews. Hij heeft het allemaal goed verwoord, Kramer. Heeft zich ook niet verstopt. Maar cadeautjes werden niet gegeven. Ook niet op de 10.000 meter. En de lach is weer terug. Weer naar de Olympische Spelen. Pyeongchang. Dit is Bert Jonker. Adema riep allemaal dat het wel goed zou komen. Maar spannend was het wel. Het is uiteindelijk goed gekomen.